Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik een action aan Primark shoplog. Woo! We gaan beginnen met Primark, zeker? Die heb ik ook eerst gedaan op mijn shopping trip. Ja, een kartonnen zak vol. Ik heb altijd van die grote zakken mee. Maar de laatste tijd heb ik meestal maar één mee, dus dat is al een enorme verbetering. En hij is voor een keer niet gescheurd. Ik ga gewoon beginnen uithalen. Ik kocht deze pyjama trui, slaapkleed trui. Deze was 5 euro en heeft een navy kleur en is super super zacht en er staat op. Ik weet eigenlijk niet wat dat erop staat. Chill out. Dus dat past wel. Deze kon ik echt niet laten liggen. Iets meer voor de zomer. Kijk maar. Hier staat er op Pandacorn Pyjama Party. En ik vond hem super schattig. En deze was ook 5 euro. Ik wou nog eens een kort broekje voor de zomer. Dus ik nam deze mee. Deze was 12 euro. En ik weet dat ik echt al enorm veel sokken heb. Maar deze kon ik echt niet laten liggen. Deze cheddar socks lijkt een klein beetje op happy sock-achtig iets. En deze hebben banaantjes, kersen, watermeloen, sinaasappelen en ananassen. En dit pakket was 7 euro. Ik kocht een hele hoop topjes. 1, 2, 3, nog. Nee, 3 topjes. Ik vind die super handig om onder iets te dragen en deze kosten 2,30 euro per stuk. Ik kocht ook een slaaplegging broek. Ja. Ik kan er niet veel over zeggen. Hij is gewoon super zwart. Maar hoeveel was deze? 10 euro. Ik kocht nog een paar dingetjes dat ik graag wil reviewen of een eerste indruk van maken. Deze Get Lippy Glitter Collection. Matte Liquid Lipstick Lip Liner en Glitter. En deze Get Lippy Gloss uit de Gloss Collection. En deze was 4 euro. Ik zeg oei, omdat ik eigenlijk niet zo'n fan van ben van lipgloss. En ik heb dat niet gezien. Ik hoop dat hij niet te glossy is op de lippen. En deze was 4,50 euro. Ook kocht ik een wimperkuller. Want ik heb eigenlijk nog maar één goede wimperkuller. Deze was 1,50 euro. En deze heeft zo'n paars rose golden detail. En tenslotte kocht ik dit. Dit is een workout resistant band. En deze zag ik ooit al eens bij Decathlon. En ik heb deze ook gebruikt bij mijn knie. En ik vond dat wel fijn om mee te gaan werken. Dit zijn eigenlijk rekbanden die je kunt gebruiken voor spieroefeningen. Dit is 1. Dat is wel speciaal. 1 is light resistant en 2, de zwarte, is medium resistant. Hier staan ook wel een paar oefeningetjes op wat je ermee kan gaan doen. Nu gaan we over naar Action. Action zit in deze zak. Ik kocht wit kussenhoes voor een DIY voor blogger. Sneaky, dat weten jullie nou. Ik kocht 2 bullet journals omdat ik echt niet kon kiezen. Ze waren echt heel goedkoop.
Mijn bloemetjes aan deze. En ik had er al reviews van gezien op het internet en ze bleek echt super kwaliteitsvol te zijn qua voor deze prijs. Dus ik ben er blij mee. Ze zijn ook redelijk dikke, dus ik denk dat ik deze twee ga klaargemaakt hebben. Ik kocht dit voor mijn mama. Ik kocht ook een hele hoop serpentine voor mijn mama. Want het is nu de periode van carnaval als ik dit film. Ik kocht deze spuitbus voor een DIY. Dit is de spray paint spuitverf mat. Dit setje kocht ik voor bloggen. Maar ik wil het nog niet te even laten zien. Ook hier had ik heel erg over gehoord en na veel twijfel heb ik het dan gekocht. Dit is een multilensen set, maar het leuke is, er zit ook een ringlicht bij. En dat kan wel heel interessant zijn voor mij als blogger. En het ringlicht laat je op per kabel. Zoals ik al zei in een van mijn vorige shoplogs, probeer ik ook al een paar kleine huisdingetjes te kopen. Allee, ik probeer het niet echt, maar het komt gewoon. En ik kon deze som echt niet laten liggen. Ik ga hem waarschijnlijk nog niet meteen gebruiken. Maar als ik ooit een eigen huis heb, wil ik deze zeker bij. Hij is volledig in aluminium, wat je misschien niet zou denken, aangezien dat dit houtig lijkt. Ja, dus een soort koekjestrommel. Eigenlijk... En als laatste kocht ik bij de Action deze bloemblaadjes, ook voor vlogger. Zo, dit was het dan voor deze shoplog. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren als je hem leuk vond. Like als je meer Action of Primark shoplogs wil zien. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doedels!